Ja, dit is het podium. Vanavond komt Nobody's Band en Unbeatable. Dat zijn twee hele jonge groepen muziekmakers. En die komen hier optreden. Nadat wij lekker gegeten hebben van de restaurantjes die het allemaal eten komen brengen. En ja, we zijn eigenlijk wachten op de gasten. Alleen, het was even regenachtig. Het wordt nu droog. Het zonnetje begint door te komen, dus we verwachten ze eigenlijk elk moment. Maar er zijn al best wel veel tenten. Siska, er komen 100 mensen en jij vertelde net, hè, wat kunnen ze allemaal gaan doen dit weekend? Dat was best een indrukwekkend. Ja, nou ja, we hebben vanavond dan lekker eten en een band en nog kampvuur. En morgenochtend yoga, een bootcamp, kano varen, schilderworkshops. En de mannen zijn nog even de verlichting aan het ophangen. En er gebeurt van alles op de camping. En we hebben zondag zelfs nog het historisch genootschap gaat wandelen met de mensen door historisch Krommenie. En er gaan allemaal hele leuke dingen gebeuren. En we hebben er reuze zin in. Zeskamp. Ja, het kan allemaal niet op. Knutselen met de kinderen. We hebben nog een soort van leuke, dat de mensen hun tent kunnen versieren. En dan gaan we eens even kijken wie de mooiste tent heeft. Dus allemaal leuke dingen. Hey, en de betrokkenheid in de buurt, hè? Vorig jaar toen moest je eigenlijk allemaal ondernemers warm zien te maken. Ja. Te helpen. Hoe is dat dit jaar gegaan? Ja, dat ging een heel stuk makkelijker, want iedereen had vorig jaar gezien hoe leuk het was. En daar wilde iedereen wel bij horen. Dus het was nu een kwestie van een belletje plegen. En ja, natuurlijk doen we weer mee. Dat is wel heel gaaf. Ja. Hey, en waren er ook vorig jaar mensen die gewoon niet op de camping stonden, die voor een activiteit langskwamen? Ja, heel veel. Heel veel. Echt, we hadden vorig jaar ook zo'n 80, 90 mensen en toen hadden we zeker nog 100 bezoekers. En ja, als het weer lekker is en dat wordt het als het goed is, verwachten we dat dit jaar weer. Nou, heel veel plezier weer. Ja, dankjewel. Doeg!